Hey allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jij ook. En we gaan vandaag niet een normale video maken. Sorry jongens, ik moet even de benaming maken. Maar we gaan eens een keer kijken voor de wetenschap wat schuurpapier dit kan doen met normaal papier. En ik heb het al eens geprobeerd en dat houdt het niet bij een heel klein beetje schade. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Oké, jongens, we hebben papiertje nodig en schuurpapier. Ga ik er even wat tekst op schrijven, zodat we beter kunnen zien wat het aanricht. Prachtige tekst. We kunnen beginnen, jongens. Oké, jongens, we hebben het papiertje. We hebben het schuurpapier en we kunnen dus gaan schuren op het papier. Oké, jongens, let's go. Het is nu al grof. Ik weet niet hoe lang we dit gaan doen, alleen we gaan het lekker lang doen. Kijk er jongens, er ligt allemaal stof op. Het is allemaal papier. Nou, zoals jullie kunnen zien, is dit het overige papier. Het hele papier scheurt open. Kijk dan. Nou jongens, heb ik kunnen zien dat er heel veel schade is aangericht. Die heb ik natuurlijk ook niet meer nodig. Zo. Die is veilig in de prullenbak. Ik wil jullie vertellen, dit was niet zomaar een aflevering. Dit is een aflevering van Proefjeslab. Proefjeslab is ooit een keer op Facebook, ik weet niet of je dat kent, ooit een keer op Facebook geüpload. En nu gaan we dus verder met Proefjeslab hier op YouTube. Dit was de allereerste aflevering en in Proefjeslab probeer ik allemaal proefjes uit, speciaal voor jullie. Wacht even. Kijk, dit boek. Hier zo ga ik allemaal proefjes uitproberen. Het zijn er echt superveel. En ja, dat gaat leuk worden. Deze keer was het nog geen proefje uit het boek. Alleen dit was gewoon om jullie een beetje voor te bereiden. Wat jullie allemaal gaan komen en zien. Hier is nog trouwens de oude trailer van Proefjeslab. Doe het op Facebook. Hey jongens, dan zie ik jullie in de volgende Proefjeslab aflevering. Tot de volgende keer. Doei!